Hoi, goedenavond, donderdag 23 december. Dit is de laatste video in onze adventserie, want advent is bijna afgelopen. Morgenavond is het kerstavond en zaterdag, eerste kerstdag, dan gaan we de geboorte van de Heer Jezus met elkaar vieren. Geweldig mooi, hè? Maar eerst vanavond wil ik nog een laatste keer met jullie Gods woord openen om stil te staan bij deze adventsperiode, bij de verwachting van koning Jezus. En ik lees met jullie vanavond uit Titus. Titus hoofdstuk 2 en daarvan vers 11 tot 14. Titus hoofdstuk 2. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bijzonder, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In de afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. Gebruik je gezag om dit te verkondigen. Moedig aan en wijs terecht, laat niemand op je neerkijken. Nou, tot zover. Weet je, dit is het. Het begint met een hele mooie zin. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. En Gods genade openbaar geworden, wat is het dan openbaar geworden? Nou, de Heer Jezus is gekomen. Dat is waar het met kerst om gaat. Gods Zoon kwam naar deze wereld toe. Hij is Gods bron van genade. En waartoe is Hij gekomen? Nou, Hij is gekomen om zichzelf voor ons te geven. Weet je, het is heel mooi, hè, kerstfeest. Het is heel fijn, dat kerstfeest. Het is ook heel goed om met elkaar de geboorte van de Heer Jezus te bedenken en... Weet je, pak al mijn part vreselijk uit. Met foute kersttruien, foute mutsen, kerstalletjes, kerstbromen, lampjes en al dat soort zaken. Helemaal geweldig. Doe vooral. Maar vergeet niet waar het om gaat. Namelijk dat Jezus is gekomen. En blijf ook niet staan daar bij dat romantische beeld dat we vaak hebben van dat beeld van dat kindje in die kribbe. Maar ga met Jezus verder mee. En loop met hem mee naar Golgotha. Daar waar Gods Zoon zijn leven heeft gegeven. Voor mensen. Waar de schepper van hemel en aarde stierf aan een kruis. En waarom? Omdat jij en ik er een rommeltje van maken in onze levens. Omdat wij ongehoorzaam zijn aan God. Omdat we onze eigen gang gaan. Omdat we God verdriet doen. Omdat we elkaar pijn doen. Omdat we onszelf beschadigen. We zitten gevangen in zonde. We zijn slaven. We kunnen niet anders. Maar Jezus gaf zijn leven om ons daarvan vrij te kopen. En door zijn offeren van genade mogen wij kinderen van God worden. Mogen we weten dat de Heer bij ons is. Hè? En mogen wij als nieuwe mensen gaan leven. En weet je, dat nieuwe leven is niet zomaar een leven. Hè? Dat staat hier ook. We moeten goddeloze wereldse begeerten afwijzen. Bijzonder, rechtvaardig en vroom in deze wereld leven. Het gaat niet meer om ons. Nu we zijn gered door de Heer Jezus, leven wij tot zijn eer. Leven wij terwijl Hij de Heer van ons leven is. Hij heeft gezag over wat we doen. Hij heeft gezag over de dingen die we ondernemen in ons leven. Hij heeft iets te zeggen over alle aspecten van ons leven. Waarom? Omdat Hij de Heer is, omdat Hij de baas is. Omdat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven en wij Hem daarvoor erkennen. Weet je, en dat vraagt van onze reactie. En niet alleen maar met kerst. Niet alleen maar op zondag. Maar in heel ons leven. En het mooie is, hier staat ook... In afwachting van het geluk waarop we hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Weet je, Jezus is eens gekomen. En toen kwam Hij als klein kind. Toen kwam Hij als baby in Bethlehem om uiteindelijk aan een kruis op Golgotha te sterven. Maar die Jezus die komt weer. Dat is de boodschap in al deze dagen van Advent geweest. En als Hij komt, dan maakt Hij alle dingen nieuw. Dan brengt Hij het Koninkrijk van God. Dan worden al die beloften waar we de afgelopen weken van hebben gehoord. Die beloften aan Jesaja, aan David hebben we van de week nog bij stilgestaan. Al die beloften die worden vervuld. Zijn belofte aan jou wordt vervuld. Wanneer jij met Jezus leeft. Wanneer jij leeft in de verwachting van Hem. Wanneer jij leeft met Hem als Heer van je leven. Dan mag jij deel zijn van het Koninkrijk wat gaat komen. En weet je, als we in de wereld om ons heen kijken, dan heeft deze wereld uitzicht en hoop nodig. Weet je, de enige hoop die echt zoden aan de dijk zet. De enige hoop die echt dingen gaat veranderen. Dat is de hoop op
de verschijning van de Heere Jezus. Als Hij komt, als Hij komt, zullen wij zijn majesteit zien en zijn kracht ervaren die alle dingen nieuw maakt. Weet je, daarmee wil ik graag deze adventsperiode, deze meditaties met jullie afsluiten. Dank je wel dat je hebt gekeken vandaag en ook al die andere keren. Ik hoop dat je op deze manier samen met mij op een mooie manier hebt toegeleefd naar het kerstfeest. Morgenavond hebben we online een kerstnachtdienst. Helaas niet in de kerk. Hopelijk volgend jaar wel. Maar we hebben het online en je kunt meekijken via Kerkomroep, via YouTube, maar ook via Delta FM, radio en televisie. En ik hoop je daar te zien. En anders natuurlijk zaterdagochtend in de gemeente. Of misschien ook wel dat je via de live verbinding meekijkt. Kan allemaal. We hopen in elk geval met elkaar een heel gezegend kerstfeest te gaan vieren straks. Dankjewel voor het kijken ook vanavond. Een hele fijne avond gewenst en hoi!